Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog, waarin ik jullie meeneem op mijn weekendverlof. Veel kijkplezier. Goedemorgen allemaal, het is alweer zaterdag en ik mag dit weekend op weekendverlof voor de eerste keer. Super spannend. Maar ik heb wel echt heel veel zin in om Coda weer te zien. Ik mag wel maar op half weekend. Wat inhoudt dat ik zeg maar na de warme maaltijd pas opgehaald kan worden. En morgen rond kwart voor één. Dus vandaag na de warme maaltijd, dus ongeveer rond kwart voor één, word ik opgehaald. En dan morgen moet ik rond half zes weer terug zijn. Normaal gesproken mag je al op zaterdag na het ontbijt, dus rond half negen weg. En op zondag om uiterlijk 8 uur thuis zijn. En ik was niet lekker. Dat ben ik eigenlijk nog steeds niet. De controles kwamen uit dat ik een veel te hoge hartslag heb. Dus mijn lichaam voelt als lood. Dus dat is een domper. En nu zit ik verplicht op bedrust. Wat ik wel lastig vind, is omdat ik gewoon liever beweeg. Dus ik ga me ook net checken of ik wel op bed lag. Dat ik denk, maar ja, ben ik niet te vertrouwen of zo. Maar ja, straks weer controles en dan naar huis. Kom maar, Coda. Coda, kom. Een boogie. Hey, boogie. Ja. Je hebt een Marley. Boekie, het beertje van Coda. Hij geeft hem niet terug. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer zondag en ik ben heb me net klaargemaakt om zo meteen weer naar de kliniek te vertrekken. Ik heb niet zo heel veel gefilmd dit weekend, wat ik eigenlijk wel van plan was, maar het ging niet zo heel lekker. Ik ben dus thuis geweest dit weekend, de eerste keer sinds mijn opname. En ja, het ging gewoon best wel moeizaam. Ik ben ook een aantal momenten alleen thuis geweest en op die moment ging eten ook niet heel goed. Dus ik heb niet mijn menu kunnen volgen. Het is gewoon heel lastig. Enigszins ben ik daar blij mee, anderzijds voel ik me heel schuldig. Ik ben ook best wel zenuwachtig wat de verpleging gaat besluiten als ik het zo vertel. Dus ja, waar ik wel super blij mee was, was dat ik mijn honden weer zag. Vooral Coda. Echt super fijn om weer gewoon te kunnen knuffelen en met hem te spelen.
Dus ja, dat ga ik wel weer missen als ik straks weer terug ben. Maar het heeft ook wel weer voor verleidingen gezorgd. Meer bewogen dan wat eigenlijk de bedoeling was. Ik vind het gewoon super lastig om daar dan tegenin te gaan of om er niet aan toe te geven. Maar ja. Volgende keer beter. Bedankt allemaal naar het kijken voor deze korte vlog. Ja, ik zal proberen volgende week wat meer te filmen. Maar goed, deze week was best wel zwaar. Dus dat kwam er niet zo van. Maar ja, dus nog bedankt voor het kijken. En ik hoop je toch volgende week weer te zien voor een nieuwe video.